Goedemorgen, het is vrijdag 6 april, dit is het TV West Nieuws. Ik ben Vincent Veeman. Grote kans dat u vanochtend uw autoruiten moest krabben, maar in de loop van de dag wordt het 9 graden en het blijft grotendeels droog. De storing bij Vodafone, die gaat nog langer duren. Vandaag zouden de problemen zijn opgelost, maar dat lukt waarschijnlijk niet. Ongeveer 300.000 klanten van Vodafone bij ons in de regio hebben nog last van de storing. Die begon woensdagochtend vroeg na een brand in een gebouw waar computerapparatuur van het bedrijf stond. Natuur- en Milieuclub zijn teleurgesteld in het Kamerdebat over de Blankenburgtunnel. Ze zijn bang dat de natuur wordt aangetast door de tunnel. De Kamer stemde gisteren in met een verlengde tunnel onder de nieuwe waterweg bij Vlaardingen. De tegenstanders willen een volledige ondertunneling en gaan door met acties. Ondernemers zijn blij omdat straks de haven beter bereikbaar is. Meer dan 50 jongeren uit Maasland hebben afgelopen nacht in een kartonnen doos geslapen in recreatiepark De Commandeur. Ze deden dit om te ervaren hoe het is om als zwerver te leven. Mensen, die hoek, daar moet ook nog helemaal strak gespannen staan. Hè. Met de actie halen kinderen geld op voor het goede doel, Stichting Elkerliek. Deze stichting zet zich in voor noodopvang van mensen die plots op straat komen te staan. De jongeren hebben er zin in. Het is ook gewoon gezellig omdat je met een groep bent, maar het lijkt me niet leuk als het gewoon je dagelijkse leven is, zeg maar. Want je krijgt met heel wat problemen te maken als je dakloos bent. Kou, elke nacht en eenzaamheid, weinig eten. Je hoort het slaan. Je hoort het. Ja. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja. Jij ook? Ja, maar volgens mij gaan we het echt heel koud krijgen. Ja. Wel trusten. Ja, ja, u ook meneer. U ook meneer. Nou, inmiddels is de koude ochtend aangebroken. Tijd om even te kijken hoe het met de jongeren gaat. En onze verslaggever Mark Kool die is bij ze. Mark, hoe zijn ze eraan toe? Ja, of de jongeren een beetje geslapen hebben vannacht, ik vraag me af, want het was vrij koud. En om nou een bouwsel van een doos en een beetje zeil te moeten slapen, lijkt me ook niet echt helemaal geweldig. Maar we gaan het even aan de jongeren zelf vragen. Goedemorgen, ze zijn al wakker, zie ik. Ja. Hoe was het vannacht? Ja, heel koud, maar wel echt heel gezellig. Het was gezellig? Ja, nou, maar we waren hier met veel mensen en we gingen telkens op en neer naar de wc en kampje gebouwd en zo. Dat was koud, maar wel leuk. En hoe was het voor jou? Ja, ook inderdaad heel erg koud, maar wel gewoon gezellig gepraat en gekletst en zo. Dus dat was wel leuk. Jullie deden dit om te ervaren hoe het voor een zwerver is om 's nachts buiten te slapen. Heb je dat nu een beetje in de gaten? Nou ja, die mensen hebben natuurlijk niks om van te leven en het is natuurlijk wel heel koud. Dus het is wel moeilijk voor die mensen, denk ik. Nou, deze jongeren die gaan met de paasdagen natuurlijk gezellig naar huis en hebben daar een goede tijd. Maar ja, dat geldt voor de zwervers natuurlijk niet, want ja, die slapen waarschijnlijk met de Pasen gewoon weer buiten. Mark Kool vanuit Maasland, dankjewel. Het is bijna Pasen en wie Pasen zegt, zegt daar eigenlijk bijna automatisch ook Matthäus Passion achteraan. In de Pieterskerk in Leiden wordt die traditiegetrouw opgevoerd. Er wordt koortsachtig gerepeteerd onder leiding van dirigent Roy Goodman om de Matthäus zo perfect mogelijk te laten klinken. Jacob Remijnse heeft zo zijn eigen Matthäus-stress. De grootste stressfactor is dadelijk de mensen die binnenkomen en dat we op tijd, binnen een uur tijd, die 1500 mensen op hun plek hebben zitten. Dat is echt mijn enige zorg. Is er ook een soort gezonde spanning vlak voordat jullie gaan beginnen? Ja, altijd. Ja. Dat is ook goed. Dat helpt. In de Pieterskerk zijn videoschermen opgehangen, zodat iedereen het concert optimaal kan meemaken. Wanneer kunt u nou rustig achterover zitten? Ik ga, als iedereen zit, om 7:30, ga ik rustig achterover zitten, helemaal achterin. En dan neem ik een colaatje en dan ga ik het allemaal even rustig bekijken en beluisteren natuurlijk. Volgend jaar wordt de Matthäus Passion voor de 30ste keer opgevoerd in de Pieterskerk in Leiden. Groot aandeelhouder Mark van der Kallen, dat is degene die bij ADO Den Haag de dagelijkse beslissingen neemt. Althans, dat zegt oud-directeur Matthijs Manders tegen Omroep West. Het zou de taak van een algemeen directeur moeten zijn om de dagelijkse beslissingen te nemen en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen. Hij is de baas, maar bij ADO gaat dat iets anders. Wie is nou de baas bij ADO? Is dat de directeur of is dat Mark van der Kallen? Nou, het is een NV met een statutair directeur en een raad van commissarissen en aandeelhouder. Maar ik durf wel te zeggen dat Mark de baas van ADO Den Haag is. Manders is zelf als directeur bij ADO binnen 6 maanden alweer opgestapt. Mijn conclusie is in ieder geval dat er
in mijn ogen te weinig ruimte is voor een algemeen directeur om gewoon normaal goed je werk te kunnen doen. En daarom ben ik weggegaan. Als het allemaal bij hetzelfde blijft bij ADO, ziet Manders de toekomst somber in. En hij weet wel wat er moet veranderen. Geef de mensen, de goede mensen binnen de club, nou eens een keer de kans om hun werk te doen. En loop ze niet voor de voeten. Dan gaan we naar honkbal. Voor de honkballers van ADO is de competitie weer begonnen. Vorig jaar degradeerde de ploeg bijna, dus dit jaar moet alles anders. Het honkbalseizoen is weer begonnen. En na een aantal magere jaren van spelen tegen degradatie probeert de club nu met talentvolle eigen jeugd en een paar goede routiniers en een nieuwe naam, de ADO Lakers, de stap naar de top in de hoofdklasse te zetten. En misschien komt die stap dit jaar al wel. Met dit team kunnen we best wel veel bereiken. In de zin van, in ieder geval we gaan voor de vijfde plek. En tijdens het seizoen kijken we dan hoe dat gaat. Maar met de potentie van dit team kunnen we hoger eindigen. ADO verloor trouwens de eerste competitiewedstrijd. Met een klein verschil, 10-11, werd het uiteindelijk tegen HCRW. Maar de eerste wedstrijd van de competitie werd dus verloren. En dan een blik op de kranten van vandaag. Misschien weet u het nog, de opvoering van The Passion vorig jaar in Gouda. Gisteravond werd het muziekspektakel uitgevoerd in Rotterdam. En daar kwamen evenveel bezoekers op af. 15.000 tot 20.000, schrijft de Telegraaf. De Volkskrant schrijft op de voorpagina uitgebreid over de amnestiewet in Suriname. Het land gaat de gevolgen van de wet merken, zegt premier Rutte. Nederland riep gisteren haar ambassadeur al terug. En heeft u een Mac-computer van Apple, dan moet u nu even opletten, want volgens Trouw wordt er gewaarschuwd voor aanvallen op Macs. Liefhebbers zeiden altijd dat deze computers geen virusbescherming nodig hebben, maar dat blijkt nu niet meer waar te zijn. 500.000 computers zijn inmiddels al geïnfecteerd met een nieuw virus. Tot zover het ochtendnieuws van TV West. Meer nieuws vindt u op omroepwest.nl en natuurlijk op 89.3 Radio West. Ik wens u nog een hele fijne dag.